moeten doen. It's magic. En magic krijg je van jezelf, maar ik geloof ook in God. En vredelievend zijn. En als je vanuit je hart geeft, misschien zijn de 12 dozijn eieren 20 geworden, zonder dat jullie het wisten. Maar er is heel wat over daarbuiten. En we krijgen telefoontjes binnen, vooral van Bandabo. Er zijn een heleboel mensen die nu pas, ja, ze hebben het gehoord, ze hebben het op Facebook gezien, maar ze willen komen. En het is al 2 uur, maar ze mogen komen, want er is nog. Ja, nou ja, we gaan door de bal erop, is het de juiste mensen terugkomen. Nou, wat is er nog te komen halen naar buiten? Ik heb niet zo gauw kunnen kijken wat er nog is. Ik heb wel de banaan heb ik nog gezien, net even snel. Ja? En wat weet jij nog meer? Een pap. Ik heb suikeroots gezien en kwekeroots. Ja. En suiker, melk, bonen. Bonen, pampoen, ook. Eieren zijn er niet. Nee. Appels, sinaasappels. Ja, uit mijn hoofd. Ja, de pampoen is heel belangrijk. Ja. De pampoen is heel belangrijk. Bonen zijn belangrijk. Rijst is er ook niet meer? Nee, ook niet. Koffie, thee? Ook niet meer. Spaghetti, er is nog spaghetti. Pasta. Ja, uit mijn hoofd, ja. Nou, misschien kan jij een vegetarische recept geven. Dan kan de mensen goed denken wat ze kunnen kopen. Maar mensen willen eten. Ja. Olie? Is dat olie? Nee, ook niet meer. Olie is ook op. Ja. Maar de pampoen met de banaan kan je iets lekkers van maken. Ja. De pasta kan je een vegetarische banaan of met bonen een lekkere bord maken. En dat moet je alleen de kruiden hebben. Mm-hmm. En kruiden hebben we allemaal thuis. Ja. Ja. Oh, ik heb knoflook gezien. Ja, ook. Ja. Ja. Ook. Vers knoflook is wel goed voor de bloeddruk. Ja, sowieso. In water is het heel knoflook. Goed. Ja. Ik heb verse knoflook nog gezien. Dus dat is heel goed. Dat kun je bij de boontje gebruiken, Antonietta. Ja. En van die witte bonen kan je kala maken.